met z'n tienen is een super leuk gezin dat staat. Maar jullie gaan dus veel duurder. En junior zit daar zijn eerste dunne rol ding. Als je goed kijkt, zie je Nout. Zie deze pindakaas in mijn haar. Die zijn alle drie een beetje druk. Dan komt er die kauwgom, denk ik. Leuk dat jullie kijken naar de vlog van vandaag. Ik was vanochtend om 8 uur in de bakkerij, want ik dacht... Moet niet dachten. Nee, dat de bezorger op vakantie was. Maar dat is pas... die gaat morgen weg. Dus ik was om 8 uur in de bakkerij, om 8:30 was ik al weer terug. Met een lekker ontbijtje. Met een lekker ontbijtje, ja. We hebben lekker gedoucht, lekker rustig aangedaan. De drie meisjes zijn logeren, Stannis logeren, Merels werken, Eline en Nout zijn thuis, en Junior is met Linda lekker op pad. Want ja, Linda die laat natuurlijk wel komen, maar anders dan zegt ze straks ook van ik kom niet meer. En die vindt het zo leuk om op te passen, ja. Die wil gewoon komen eigenlijk. Als wij zeggen ja, Linda kom maar niet, dan zeg ik ja, ik kom wel. Dus die gingen lekker naar het speeltuin wandelen. Ja, dus wij gaan even naar de Sligro met z'n tweeën. En of oud en nu al dat dingetje even halen. Het is wel heel vroeg, maar dan nemen we maar wat langer houdbaar mee. Ja, en vanmiddag wilden we nog gaan schaatsen met die oudste. De kleinste die weer even went, die mochten met opa en oma nog mee naar de MC. McDonald's. Ja, en... Sophie noemt altijd MC, want dat is een schuil woordje voor de allerkleinste. Dat is verrassend. Ja. En... We hebben nog een heel leuk gedichtje gehad, ja, van iemand, van een man. Op het einde staat, stuur ik altijd naar mijn vrouw. Kan je hem even voorlezen? Ik vond hem echt heel leuk. Even krijgen, zoveel lieve berichtjes. Zeg, kijk waar het op was hoor. Dat weet ik niet. Deze. Sophie kan goed voorlezen. Helemaal niet. Jo. Nee joh. 8 kinderen, maar een gezellige boel. 8 kinderen met ieder hun eigen doel. 8 kinderen en dan zien we jullie zitten in alle rust en dan lijkt het er wel 1. 8 kinderen met respect en dat zie je meteen. 8 kinderen met een geheel eigen wil. 8 kinderen met soms een zucht of soms een gil. 8 kinderen en het gaat gewoon zoals het gaat. Jullie met z'n tienen is een super leuk gezin dat staat. Ja, dat is toch leuk hè, als iemand zo'n gedichtje voor je maakt. En er stond onder, ik maak voor mijn vrouw altijd gedichtjes. Ik dacht, ik maak hem nu voor jullie een keer. Mijn mama maakt voor vrouw, maar ik vond dat jullie het verdiend hadden na al dat gezeur over hoe het beter moet. Ja, echt heel leuk. We hebben ook besloten om het niet meer over gezeur te hebben. Ja, want het alleen maar erger dan. Ja, dat zou kunnen. Ze stille hint. Want er waren ook heel veel reacties, hebben het er gewoon niet over. En dan heb je ook dat hadden we toen ook al wel bedacht. Maar ja. Toen vonden we eigenlijk wel, het zat 2 keer en het al. We hebben nou besloten om het gewoon nooit meer te doen. Nee. We zijn positief en we willen het kanaal heel positief houden. We krijgen ook wel eens als echt hele gemene opmerkingen onderstaan bij Insta of zo, dan verwijder ik die. En dan zeggen ze, ja, maar waarom wordt dat verwijderd? Denk je, ja, de kinderen lezen ook mee. Ja. En die hoeven dat gewoon niet te lezen. En als we nou kijken naar een huis vol, dan van de commentaren die wij krijgen. Ja, bij een huis vol is het veel erger. Jullie kinderen worden gepest op school, dat soort reacties krijgen we. Nou, dat is niet, dat wij weten. Nee, we vragen het ook echt wel aan. We hebben het erover en we hebben natuurlijk de sociale controle in ons gezin. Dus als er zou gebeuren, dan zouden de anderen het ook vertellen. Ja. Nemen ze wel allemaal ook genoeg vrienden en vriendinnen natuurlijk op school. Maar. Zo, wij... We gaan met de Tesla, denk ik. Ja, we gaan met de Tesla. Dat is lichaam. Daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee. Kan hartstikke veel doen. Ja, dat weet ik. Waarom? Zoveel hebben we niet nodig. Nee, maar als het dan wordt die vies. In de zomer is het altijd veel meer een Sligro nodig, want ik koop veel horeca dingen. En in de winter is de horeca vrij rustig. Ja. Dus dan voor de bakkerijen maakt niks voor de Sligro. Olijven. Dus de Sligro koop voor de bakkerij. We zijn nu bij Maddy's. En Guusje, jij hebt net nieuwe schoenen gekregen, toch? Ja. Die dus. En we hebben opa en oma gelogeerd. Ja. En Maddy, wat gaan we vanavond eten?
plek. En hoe laat lagen jullie gisteren naar bed? Om 11 uur een beetje. Ja. Omdat we de Voice hebben gekeken. Ja. Wat hebben we allemaal nog op gisteren? Chips en koekjes. En koekjes. En nog frisdrank. Ja, dubbel fris. Ja, dubbel fris. Ja. Okay, dan ben je ijsbaan. Ja, er is in Roosendaal bij de Voor Maddie's, de markt, is een ijsbaan en daar kan je dan schaatsen. Daar hebben we even gekeken. We hebben niet geschaatst. En nu gaan we iets eten bij Maddie's, een beetje middag eten. Wat ga jij eten? Ik ga brownie en chocolademelk. Ik ga een tosti kaas met ketchup. En chocolademelk. Ik ga een tosti met ketchup en nog brownie. Maar niet de brownie op de tosti. En oma. Je hand is stuk. En oma die neemt lekker een grote cappuccino met een warm worstenbroodje. Heerlijk. We zitten in de auto. We hebben maar de helft van de kinderen. Ja, we zijn maar met vier. Nout. Merel, Eline en Junior. En de andere, de drie meisjes zijn ook bij opa en oma aan het logeren. En Stan bij een vriendje. Stan die bleef nog een nachtje bij een vriendje logeren. En de meiden die waren ook al naar Roosendaal geweest. De schoenen van Guusje gerald, want die waren te klein. En die hadden ook lekker warm chocomel gedronken, zag ik, bij Maddie's. Gaan wij erop? Ja, wij gaan ook nog warme chocolade drinken. Oh. Wij gaan schaatsen. Zij gaan schaatsen, wij gaan even chocolade drinken. Ga je niet schaatsen, Nout? Misschien. Hij heeft wel zijn spullen bij, dus... Lekker schaatsen. Stuk leuk. En nou kan het. Ja. Vroeger, toen ik klein was... Gingen we op natuurijs schaatsen. Die konden we elke winter wel schaatsen. Ja. Echt helemaal niet meer. We kijken wel even drukken, ze konden dat er ook nog nichtjes zouden... Ja. Schaatsen. En wat gaan we vanavond eten? Weten we nog niet. Eerst maar eens kijken hoe lang jullie het schaatsen vol gaan houden. Ergens in Roosendaal. Ik weet al wel iets lekkers, die Turk. Ja, kebab. De Turk. Ah, oh, broodje kunnen. Ja! Jawel, dat is lekker. Hey, ik dacht aan Los Latinos. Nee. Biefstuk. Lekker biefstukje. Nee. Nou, dan gaan Nout en ik wel bij die... en papa. Denk het niet. Papa vindt Los Latinos ook lekker. Maar wij gaan gewoon bij die pizza. Ja, we mogen wel een biefkebab. Dat is echt zo lekker. Ja, dat vinden wij veel lekkerder. We houden echt niet. En dat is ook nog waar jullie gaan, is veel duurder. We kunnen ook een broodje dunner en dan morgen naast de spuitbuit daar blijven. En dan dat is niet zo erg. En dan mogen jullie dan. Dus is het wel twee keer heel veel. Dat is op zich ook wel een idee. Dat is wel een idee, ja. Ja, kom op. Ja, en morgen. Okay. Ja, dat is gewoon lekker. En morgenmiddag wilden we bij Stroop naar de spuitbuit gaan luisteren. Dat is een carnavalsbeentje. Waar wij bij hebben gezeten. Heel vroeger, toen wij getrouwd waren. Dat is wel heel waren. Leuk. Dus, op zich is het niet verkeerd, want ze zullen ook wel blijven hangen. Dus op zich is het niet verkeerd om nou gewoon we gaan morgen op fiets. Heel simpel te eten. Ik zit alleen met mijn lekker banden. Misschien krijg jij wel gemaakt. Ja, we hebben toch iemand te plakken en zo. Oh, dan moeten we zo meteen in Roosendaal even zo'n busje kopen dat je maar op kan blazen. Zoet. Dat is wel leuk om lekker met de fiets te gaan. Ja. Junior op voorop. Je hebt tegenwoordig van die busjes. En die doe je op je ventiel. Nee, dan spuit je er een soort schuim in. En dan is je band gemaakt. Maar of je moet een heel groot gat hebben, dat weet ik niet. We zijn bij de schaatsbaan in Roosendaal. En jullie gaan lekker schaatsen. Dat is veel plezier. Wij gaan een bakje koffie bij Maddie's doen. Nee, daar zit, als je hier de schaatsbaan hebt, zit Maddie's daar. Echt heel dus een schaatsbaan. Ons ijssalon. Je hebt heerlijk warme chocomel. Ja, wij gaan de chocomel. Ja, ik neem een koffie al. En gaan jullie maar lekker schaatsen? Ja, we moeten even zinken. Ja, ik loop even mee om te betalen en dan veel plezier, hè? Nou, wij zijn aan het schaatsen en we mogen geen andere mes filmen, dus het is best wel lastig. En er staat muziek op. Maar ik hoop dat jullie dat niet zo goed horen. En ik ben twee keer gevallen. En Nout was er straks ook aan het schaatsen. Maar hij is teruggegaan omdat hij echt super slecht was. Ik ben best wel snel op zich. Maar Nout niet. Dus ja. Dag Penny.
niet echt. Maar Merel kan het op zich wel. Dus nu... Ja. Maar er mogen dus geen andere mensen op. Dus het is best wel lastig. Want ja, er zijn hier zoveel mensen. Maar het is wel veel minder druk. Omdat er... je hebt bandjes. En wij hebben een blauw bandje. En sommige mensen hebben een oranje of geel bandje. En die zijn er al afgestuurd. Omdat je dan al lang genoeg bent. Maar wij zijn dus nog maar niet heel lang. Dus ik ben nu ongeveer een uur. Jij een kwartier. En Nauti heeft ongeveer 3 kwartier, maar hij is net weggegaan omdat hij het echt niet kon. Ik moet zo hard lachen om iedereen die valt. We hebben onze jas al uitgedaan omdat het zo warm is. Ga maar. We zitten bij de dunner. En Junior zit daar zijn eerste dunnerrol ding. Hoe heet dat? Durum. Durum, hij vindt het stik lekker. En Eline wilde ook naar de Durum en wat heeft hij besteld? Wat had jij besteld? Jij wilde ook naar de Durum? Een broodje kroket en een frietje speciaal. Ah, wij hadden gewoon lekker een broodje durum. Hè? Nou? Durum. Dunner. Dunner. Dunner kebab, ja. Yeah. Ik had sambal. Ja? Is die lekker, Junior? Ba! Nee, is niet ba, hè? De folio op je hand, op mama's hand. Ba! Ba! Mama heeft dan goed. Na de dunner, nog een ijsje dunner. Gehaald bij Maddie's. Van dunner wordt je dunner? Denk het niet. En Junior ook weer. En toch denk ik dat er niet heel veel dingen zijn. Sla. Nee, maar het vlees. Het broodje van mij was echt niet slecht. Een beetje sambal, sambal. Tomaat. Broodje sambal. Sambal. Nou, wat zijn jullie mij allemaal aan het pesten vandaag? Jij zegt sambal. Sambal. Is het lekker, Jun? IJs. Ja, ijs. Slagroom. Heb jij ook ijs gekregen van papa? Nee, van Merel, hè? Merel voor jou gepakt? IJs. IJs. In de winter eet je veel te weinig ijs, heel raar. Dat is niet raar. Het is heel stom, in de zomer heb je er zin in. En dan kwam het zo uit. Het is toch wel heel lekker. Maar vroeger, toen wij nog boven de ijssalon woonden, aten wij ook veel meer ijs, ook in de winter. Nou, kochten we nooit geen toetjes. Dus aten we altijd ijsjes. Ijsjes, ja. We zullen gaan lopen. Nou, woehoe. Nou, ja, ik snap dat. Dat is Nautja daar op de... Op de poster. Als je goed kijkt, zie je Nout. Leuk, hè? Ja. Dan hebben we nog Merel, Nout, Guusje, Eline, Stan, Floor en Madelief. Hallo meisjes. Ik dacht dat jullie aan het slapen waren. Aan het slapen waren? Wij zijn net thuis. Echt. Ja? Waar waren jullie? Wij zijn in Roosdaal geweest ook vandaag. Ga weg, Guusje! Waar? Ik heb weer... zit hier. Ja, ja. Hebben jullie niet eens gezien. Dus Guusjes kamer. Guusje mag daar gewoon zijn. Hey, ik zie Guusje helemaal niet. Hier is... Het was heel leuk bij elkaar. Heb je ook een kogum? Heb jullie... Ja, we hebben zijn jullie al geweest. Je weet wel wat je doet, hè? Ja. Van mama krijgen jullie nooit geen kogum. En dan heb je de kans. Je hebt groot gelijk, hoor. Dat is van opa en oma mag. Mama heeft er alleen een hekel aan. Mama heeft een hekel aan dat gekauw. En als ik aan dit. Ja? Ja. In die kauw die je dan ook wel tegenkomt. Niet doen. Nee, waar laat je die kauwgom nou als je hem... In een emmer. Onder je kastje. Plakken. Nee, stop. In een emmer. Wij doen hem altijd verstoppen. Waar? In je haren. Nee! Weet je, op hockeykamp was ik kauwgom aan het knallen en toen ging mijn haar in mijn mond. Toen zat het in mijn haar. Toen deed ze pindakaas in mijn haar. Ging ik met mijn hoofd onder de douche staan met pindakaas.
pindakaas. Je werkt het beste, pindakaas, ja. Oh? Ja. Heel donkerblauw. Die zijn blauw. Kijk, zie je hier ergens het verschil aan? Oh. Moet die Guus even rusten? Ja, even rustig doen, Madelief. Jij bent gelukkig, hè? Zie jij hier een verschil aan? Die zijn van Floortje. Ja. Zie jij hier? Ja, een beetje verschil. Ja, Madelief, wees even rustig alsjeblieft. Ah, oh, net even rustig. Dit is zo'n Guus. Weet je waar mijn kauwgom is? Jij hebt je koffertje al opgeruimd, hè, Floor? Nee, helaas niet. Dat is mijn koffer. Oh, en heb jij je koffer al opgeruimd? Ja, tuurlijk. Goed zo. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. Dwaal naar het buitenhof. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Nou, de bok nog, hè? Ik mag wel zitten. Jij mag eens eerst, ja. Ik laat alle kerstkaarten opvallen. Junior, moet ik jou even tellen? Wilde jij nou dat Junior bij jou ging slapen? Kan wel.